Hey iedereen, welkom op de laatste dag van het Cactus Festival. Het is ondertussen middag, maar de deuren zijn nog maar juist open. Het is dus niet druk en dat geldt ook voor de backstage. Ook op het podium zijn ze begonnen met de opbouw voor het allereerste concert vandaag. De groep Mono komt helemaal vanuit Japan om ondertussen hun vijfde debuutalbum voor te stellen. Maar ook hier staat eigenlijk nog niet veel volk. Ik denk dat de mensen nog aan het slapen zullen zijn. Omdat het nog zo rustig is vandaag, en zeker op de middag, gaan we jullie meenemen helemaal naar achter, naar waar de artiesten logeren. Zij verblijven hier, verder in de straat. Wij gaan een kijkje nemen. We mogen er eigenlijk niet echt komen, dus we gaan heel stil zijn. We zijn aanbeland bij de artiestenruimte. Hier staat al een tourbus, misschien van Jamie Lydell, of de Chuck Chuck Chuck, of de Magic Numbers, wie weet. Volg even mee, we gaan nu naar de artiesteningang. Het is eigenlijk een heel klein lager schooltje. Door deze deur ga je naar binnen, maar ze wordt streng beveiligd. We staan hier bij de artiesteningang, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Zware beveiliging? Heel zware beveiliging. Een bandje en nog een ticket, een heel plakkaatje met de naam van de artiest en al. Zijn er al mensen die hebben willen proberen binnen te dringen? Ik sta hier nog maar voor een uurtje en het is nog vroeg op de dag. Ja. Zijn er al grote namen binnengekomen? Jamie is hier daar pas gepasseerd. Jamie Lydell is al aanwezig. Aanwezig, ja, ja. Jammer genoeg Just Stone niet, maar... Je had liever Just Stone gehad. Ja, natuurlijk. En nu weet je wel waarom waarschijnlijk. Inderdaad. Goed, ik zou zeggen, blijf de deur goed beveiligen. Ja. En zorg dat er niemand binnen geraakt. Ja, dat zal ik doen. Oké, dank u wel.